Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video van mij. Vandaag is het maandag en wij gaan nu mijn schoonbroertje ophalen, Sedat, want die gaat ons naar de airport brengen. Wij zijn gisteren teruggekomen uit Dubai. Wij hebben een paar uur de tijd gehad om bij te komen, om koffers uit te pakken. We moesten gelijk weer een nieuwe koffer inpakken. De kids gaan niet mee en wij gaan voor hoeveel dagen? 6 dagen gaan wij naar Istanbul. 6? Ja, als je vandaag meetelt is het 6. Ja, 6 dagen. Waarom gaan wij naar Istanbul? Omdat we daar best wel veel moeten regelen. En wij gaan op zoek naar een woning in Istanbul. Wij willen gewoon een appartement gaan kopen in Istanbul. En wij nemen jullie gezellig mee. En jullie mogen lekker meekijken of het gaat lukken, niet lukken. En hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dus het is wel een hele spannende reis. En ik heb er super veel zin in. En jij ook, Moestie? Let's go. Als eerste wat wij gaan doen is afscheid nemen van Arda en Zane. Oh my god, I'm gonna cry. Ik ga echt huilen. Ik wil geen afscheid nemen van mijn baby's. Hallo liefies. Zane. Kom eens. Jij blijft hier, hè? Nee. Ja. Ga je mee met papa en mama? Nee. Gaan jullie mee? Ja. Ga je mee? Ja. Gaan jullie mee? Ja. We zijn gisteren van Dubai teruggekomen. Ja. Wat ga jij doen als mama in Turkije is? Wat zei jij ook alweer? Als je in Turkije bent, ga je appen. Ga je me appen, ga je me facetimen. Appen kan je nog niet. Maar gaan we facetimen, toch? Ja. Ga je om niet zeggen, love you baby. Love you baby. Was dit? Nog eentje. Ik ga jou missen. Ga je mama ook missen? Ja. Nou, we zijn ingecheckt. Alles is goed gegaan. En ik ga even salade en juice nemen. Moestie is lekker een snappy aan het maken. Heb je er zin in? Je bent wel moe, hè? Ja, snap ik. Ik ook. Vier vliegen. Eén ding wat ik niet begrijp van de business class is waarom ze hier een kluis hebben. Gaan mensen echt zo'n kluisje op slot doen om de code en bla 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 bla? Nee, dat ga je toch niet doen als je gaat vliegen? Ja, misschien als je 20 uur moet vliegen of zo en je gaat veel van je plaats af, dan misschien wel. Maar goed, voor de rest heb ik hier maak. En ik heb hier een soort van een muurtje gebouwd met moes. Voor als we ruzie hebben. We hebben grens. Het enige wat ik echt jammer vind in Istanbul is dat het hele week gaat regenen. Volgens mij alleen de donderdag. Vandaag is bijna maandag, weet ik wat ik had gezegd volgens mij was. Maar donderdag gaat het alleen niet regenen. Voor de rest gaat het gewoon regenen, 21 graden. En om naar Turkije te gaan hadden we alleen een PCR-test nodig. Die binnen 72 uur is gedaan. En wacht, ik kom zo bij je terug. Guys, we komen zo aan voor 15 minuten. En heel veel mensen denken, omdat ik best wel veel vlieg, dat ik niet bang ben voor het vliegen. Voor het landen, dus tijdens het landen zoals nu en bij het stijgen, ben ik echt super bang. Dat willen jullie niet weten. Ik krijg gewoon soms echt benauwd. Maar voor de rest, ja, ik ben, als we eenmaal in de lucht zitten, al is er een turbulentie of wat dan ook, ben ik niet bang. Maar wanneer je gaat landen en die vliegtuig maakt rare geluiden en hij maakt van die gekke bochten en dan hou ik echt mijn hart vast. Ik ben echt heel bang. Dus dan weet ik dat. Want heel veel zeggen van ja, je vliegt echt veel, ben je niet bang? Ik ben echt heel bang voor het vliegen. Ja, ik ben wel bang, maar ik hou ook van reizen. Dus dat gaat gewoon niet samen. Jongens, wij komen net op de airport aan en wij treffen gelijk al zo'n Hashim groep aan. Ze zijn bezig met bouwen van nieuwe villa's, appartements, bla 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 bla. Dus wij hebben gelijk even informatie gevraagd en we nemen brochure mee. Burada villa düşünürseniz diyorsunuz. Bu halde
Bölgede, ikinci bölgede Başakşehir, Halkalı, işte Bahçe, Bahçeşehir gibi, Bahçeli'ye der gibi de kalsın. Ver. Ya, skut. Ne, ne, beter hier. Temelde, ya. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Ne taraf efendim? Şişli. Bomonti. Hilton Bomonti. Hilton Bomonti. Evet. Tamam. Su var istersen. Tamam, sağ olasın abi. Çubatır? Ya, duma, lekker. Half 7, half 11. Hier links, hè? Ja, 14 minuten. Zo hebben ze 34 verdiepingen. Ja. Zo, ik dacht 14. Toen ik het kaartje zag 14, dacht sowieso is het hoogste verdieping. Is niet deze helft. Heb ik 14 gedrukt? Ja. Oh, je moet je kaart scannen. Nou jongens, wij zijn ingecheckt in het hotel. En ja, de reis die ging best goed. Het regent in Istanbul. Eigenlijk gaat het hele week regenen. Volgens mij hebben we één dag dat het niet gaat regenen. Dus van Dubai 41 graden naar 20 graden met regen. Dat is wel echt een groot verschil. In Nederland hadden we nog een beetje lekker de zon te pakken. Ik laat jullie even de kamer een beetje zien. Nou, als je binnenkomt heb je een mega grote spiegel. Dat is echt super fijn natuurlijk. Vooral ook als je vlogt is dat heel leuk. Ik laat jullie ook gelijk zien wat ik aan heb. Ik heb een t-shirt aan, oversized. En ik heb hem in XL gekocht in plaats van XS. As you know, ik hou van oversized. Van de Primark legging die ik hier in Istanbul heb gekocht vorige keer. En deze Chanel sneakers komen van Chanel Boutique in Brussel. Die heb ik gekocht iets van 3 jaar geleden of zo. Dus dat is een oude model. En tegenover de spiegel heb je een kast, lalala. Dan heb je de badkamer, ook weer een hele mooie spiegel. En goed belichting, dat is ook heel erg fijn. Kom ik niet vaak tegen. En dan hebben we hier bad, douche en lalala. En bla bla bla. En dan heb je hier weer een spiegel. TV. Wat lekkers. En ik had al gecheckt. Oeps, niet hier. Koffie en thee zit hier. Hier heb je een minibar. Oh, gaat dit open? En wat ik zo fijn vind in Turkije is minibar altijd gevuld. Bijna altijd. Een bureau. Nou, hier hebben we Mustafa Şaymak. En dan hebben we ook een heel mooi uitzicht over Istanbul. Alleen je ziet het nu niet omdat het donker is. Dus ik laat het. Dus dat laat ik jullie morgen zien. En in welk hotel zitten wij, Moes? Hilton Bomonti. We zitten in Hilton Bomonti. Echt een super mooi hotel. Nou, zoals jullie net zagen, waren wij op de airport en kwamen wij dus een bureau of whatever tegen. Hashim Property. Property. Hoe spreek ik het uit? Waar? Hashim Property. 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 Ik denk dat we Engels de cursus moeten nemen. Ik zit nu de regels te lezen. Tussen 7 en 9 zijn de meeste restauranten open en café. Yes, café. Vanaf morgen. Yay, want alle restaurants waren dicht in Turkije. Zo blij. Vanaf morgen, dus we hebben echt geluk. Want het is nu, hoe laat is het nu in Turkije? Het is nu 1:30 in de nacht. Dus vandaag heeft Erdogan gesproken. En wij waren zo erg aan het hopen in het vliegtuig. Dat hij zou zeggen, vanaf morgen gaan restaurants open. Dus we kunnen gewoon lekker uit eten gaan. Dat is heel fijn. Maar in ieder geval over dit. Dit is allemaal nieuwbouw. En ze hebben op 4 plekken hier in Istanbul zijn ze aan het bouwen. En ik heb ook een paar notities gemaakt. En dan, kijk, dit is dan A, B, C, D locatie. En iedere locatie, als je bijvoorbeeld hier op dit locatie iets wilt kopen, begint het bij $65.000. En als je hier bij de D iets wilt kopen, daar heb je villa's, is het vanaf $280.000. En je hebt ook vanaf $100.000. En je hebt ook vanaf
200.000 dollar en bla 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 bla. En morgen hebben wij afspraak bij de bank staan. Dus we gaan morgen naar de bank. En overmorgen hebben wij dus een afspraak gemaakt met hun. Ze komen overmorgen in de ochtend om 10 uur ons ophalen. We hem aangeven waar wij naartoe willen. Daar worden wij heen gebracht. En dan kunnen we daar even meer informatie krijgen. En misschien krijgen we ook een rondleiding, toch? Ja. Dus ja. Ik heb alles geluisterd, maar ja. Dus ja, ik ga jullie zoveel mogelijk vertellen. Er zullen vast wel mensen zijn die nu aan het kijken zijn, die ook geïnteresseerd zijn in het kopen, misschien in de toekomst of nu een appartement of een huis in Istanbul. Wij wisten zelf niet waar we moesten beginnen. We hadden zoiets van, weet je, we gaan gewoon naar Istanbul. We moeten daar nog een paar dingen regelen buiten dit om. En we gaan vast wel wat tegenkomen. Ook als je hier aan het rijden bent, zie je heel vaak van die posters hangen met bel dit nummer of weet ik veel, als je iets moet huren of kopen qua vastgoed. Dus ja, we zijn benieuwd. Ik ben benieuwd aan het einde van deze vlog hoe het gaat zijn. Ik kan jullie niet beloven of dit een korte, nou in ieder geval, ik denk dat dit sowieso een lange video wordt. Maar ik wil het wel echt bij één vlog houden. Dus sorry als jullie heel lang naar deze vlog moeten kijken. Goedemorgen Istanbul. Nou, lekker weer is het niet zoals jullie zien. Het is heel erg bewolkt. En ja, wij zijn ready to leave. Masker. Heb je niet voor mij? Ik heb net aan jou gegeven, Jan. Oh. Oh, grapje. Nou, wij zijn in de... Wij zijn welke wijk, Moes? Kadıköy. We zijn in Kadıköy beland. We hebben het niet gehaald voor de pauze van de bank. Nee, Moes, zou jij heel veel updates willen geven over de restaurants en zo? Want vandaag hebben we weer informatie gevraagd. Tot 10 uur zijn alle restaurants open. Dus wij hebben zo'n geluk. Is niet normaal. Café is alles open vanaf vandaag. Ja. Tot 10 uur. Alleen wel met zeg maar beperkt aantal mensen in de winkel wat bij ons ook is. Ja, precies. Dus everything is open. Moet je deze komen? Ik heb geen idee. Mondkapje mag er weer af. Guys, wij zijn even snel komen ontbijten hier tegenover de bank bij Simitsarayi. Ik heb echt honger, dat willen jullie niet weten. Ik heb zo'n pizzaatje genomen. We hebben dit genomen samen. En Moes heeft nog zo'n sandwich genomen. Sinaasappelsap, chai. En ik heb gelijk Zuma gebeld om te reserveren. Dus vanavond gaan wij lekker eten bij Zuma. En ik denk dat wij niet vandaag... we gaan wel zien hoe de dag loopt. Dus even kijken hoe het gaat bij de bank en zo. En dan kunnen we vanavond lekker uit eten. Maar daar zitten we dan, Moestie. Oh,
zitten. Ja, dit is hem. We zijn er. Alle dames die mij vroegen waar ik de legging van gisteren heb gehaald, dit is hem. Bij Touba Boutique. Hier heb ik hem gehaald. Nou, we zitten nu bij de kapper. Moest jij kan eindelijk lekker zitten. Dus Moes is helemaal in shock, vertel eens. Voor 30 lira, dus 3 euro omgerekend. Op dit moment, ja. Haren wassen. En 45 minuten lang haren feunen. In model feunen van mij. Moes dus. Zonder grap. Die coiffeur, die kapper waar ik ben geweest, zit boven die Touba boutique. Precies daarboven. Hij is gewoon langer dan een uur met mij bezig geweest, bijna anderhalf uur in totaal. Of zelfs bijna twee uur. En hij vroeg gewoon 30 lira. Dat is gewoon 3 euro. Dus haren wassen, zoals Moes zei. En die model feunen, drogen, verzorgen, bla bla bla. Dat is gewoon niet normaal. Niet normaal. Wij zijn echt net terug in het hotel. Zoals jullie hebben gezien ben ik naar de kapper geweest boven Touba Boutique. We zijn even langs een paar boutiques geweest. We zijn daarnaar, we zijn ook bij Besiktas waar we waren ook naar Dennisbank geweest. En bij de andere bank is de afspraak ook super goed gegaan. Daar vertel ik jullie later meer over of morgen. Ik had echt letterlijk 10 minuten om mezelf klaar te maken. Dat is soort van gelukt. Ik heb... ja, ik laat jullie even mijn outfit zien. Ik ben echt blij met hoe mijn haar eruit ziet. Ik heb even snel mijn make-up bijgewerkt, want we zijn een beetje laat voor Zuma. Jongens, even snel mijn outfit. Ik heb deze blouse aan die ik zojuist bij Noh Boutique heb gekocht. En deze rok heb ik van een vriendin van mij gekregen, van Noël. En hij komt van de Zara, by the way. Dus ik ben hier zo mega blij mee. En deze hakjes heb ik in Dubai gekocht. En mijn haar heb ik net ook laten doen, as you know. En wij moeten gaan, want we gaan naar Zumba. Let's go, Moes. Nou, wij komen toch wel op tijd aan, dus dat is heel fijn. Want wij rijden, VIP. Dus dikke file. En onze chauffeur die rijdt gewoon lekker op de vluchtstrook de hele tijd. Dat kan hier gewoon. Niemand die wat zegt. Niemand die toetert. Stel dat je dat in Nederland zou doen. Oh my god. Tamam baba. Burada. Burası. Evet. Nasıl pişiyor? Ben Türk. Evet. Yabancı. Biz Hollanda, ben Hollanda yaşıyorum da. Beni görüyor zaten biraz. Nou, wij zijn back in het hotel. Zoals jullie zien, we hebben echt best wel veel geshopt vandaag. En wat ik jullie ook wilde laten zien, is wat ik dus bij de Sephora heb gehaald. Dit zijn echt mijn favoriete make-up doekjes. Make-up remover doekjes. En aan de ene kant zijn ze heel zacht. En aan de andere kant is het een beetje een soort van scrubachtig iets. En dit is echt mijn favoriete masker van Sephora. Mochten jullie ooit naar Sephora gaan, try this one out. Oh nee, deze. Sorry. Dit is mijn favoriete masker. Deze. Dit is echt een super, super fijne masker. En deze vind ik ook heel fijn, maar dit is wel mijn nummer 1. En dan hebben we hier die stick. Oogmake-up remover, want ik ben weer mijn make-up remover thuis vergeten.
had ik in Dubai ook. En in Dubai had ik dus deze gehaald zonder olie. En die haalde mijn mascara echt niet eraf. Dus ik heb nu even met olie gehaald. En ik zei tegen haar, ik ben op zoek naar een hele goede concealer. Ik heb zoveel concealers. Toen zei ze, dit is een nieuwe concealer van Sephora. Hij is onze bestseller. En hij is echt heel erg fijn. Dus ik ben zo benieuwd. En dan heb je die corrector voor je donkere oogkringen. Dus eerst doe je deze op en dan deze. Ik ben zo benieuwd, maar daar krijgen jullie wel update over morgen. Goedemorgen. We gaan nu hotel uit. Want wij worden nu opgehaald door het bureau waar wij dus... huizen gaan kijken. Of waarmee wij huizen gaan kijken. Ze gaan ons rondleiden. Mijn hele outfit, behalve mijn schoenen, komt van de boutiques waar ik gisteren heb geshopt. En Moes heeft voor mij koffie gemaakt. Hoe schattig. Oeps. Kijk, dit jasje komt van No Boutique. Shirt komt van Tuba Boutique. Legging komt van Tuba Boutique. Ja, en mijn sneakers en mijn tas, die zijn... van Chanel Boutique. Heb je er zin in vandaag? Ja. Ik ook. Ik vind het zo spannend, Moes. Moes, hoeveel appartementen gaan we bezoeken? Vier. We gaan vier appartementen bezoeken vandaag. We rijden nu een garage in. Bij de eerste. En dit was zeg maar de dichtstbijzijnde bij het hotel waar wij net zaten. Dus dit is echt een toplocatie. En dit appartement is gevuld. En deze komt pas... deze is pas klaar volgens mij in juni 2022. This one is ready in June 2022? Yeah, exactly. We are not in the same building where the project is. Here is the sales office. Okay. Here we take all the information like apartment price and square meters and location. Yeah. And then after this we'll see the location. Okay. Ah, okay. But it's like 5 minutes from here. Not really. Ah, okay. Oh, we zijn er nog niet. We gaan nu naar de office. Ik dacht dat we er al waren, maar dat kan niet eens. Ik wou net zeggen, het is toch niet eens gebouwd, dus hoe kunnen we al in de garage zitten? A and B from front and back. Ah, okay. Front sides we have. Okay. Also jongens, we zijn bij de eerste project aangekomen. Zoals jullie zien, ze zijn dit aan het bouwen. Dit, en hier komt nog een appartement. En deze zijn klaar in juni 2022. Hi baby! Wou jij papa bellen, Lolo? Ik hoor jou niet. Nee, Arda, dat willen we ook niet, Arda. Dankjewel. Nee, speelgoed willen wij ook niet. Dankjewel. Doei. Doei, liefie. Ready? Ready. This is 1 plus 1, eh? 1 plus 1, yeah. 100 square meter. About the view, sir, I didn't ask you. There is an IMO view. It's an open view. And we have the bus and service. It's around 95. We zijn bij de derde locatie. We hebben nog niet ontbeten, wel koffie gehad. En we willen. Half drie. Het is inmiddels 3:30. We willen straks gaan eten. En ik praat jullie straks wel weer bij, want we zijn nog niet klaar met kijken. We hebben net een gesprek gehad. En dan we gaan nu met de auto gaan we naar de appartementen toe. Dus ik ben echt benieuwd.
which is the construction company. And in that pool, Vandaag is het donderdag. Vandaag zou het eigenlijk zonnig zijn, maar vandaag regent het juist, staat er vandaag. En morgen is het zonnig. Ik hoop het. Ik hoop echt dat wij één dag een beetje zon kunnen meemaken hier in Istanbul. Kijk, ik mis het niet of zo. Ik mis echt geen warmte. Ik zie in Nederland iedereen op... Letterlijk mijn hele Instagram, de stories bestaan alleen maar, niet mijne, maar van mijn mensen die ik volg bedoel ik. Bestaan alleen maar uit dat ze ijsje aan het eten zijn, dat ze lekker aan het zonnen zijn. En ik ben zo blij dat iedereen in Nederland gewoon zon te pakken heeft nu. Alleen ik geniet wel van dit weer hier. Moest eens even beneden gaan ontbijten met iemand. Met iemand waar hij een meeting mee had. Slash een mattie, slash een vriend, slash een zakelijke partner van hem. Ik dacht, ik laat hun lekker gewoon met z'n tweetjes, zonder dat ik meega. Ik ga gewoon lekker een beetje uitslapen. Heb ik niet gedaan, by the way. Want ik ben zwaar aan het struggelen met mijn Dubai vlogs hier. Door internet. Ze willen maar niet uploaden op mijn YouTube kanaal. Mijn eentje is bijna geüpload, thanks God. Dus... ik ga hem voordat ik zo meteen de deur uit ga even online zetten. Maar wat ik wilde zeggen is, ik wilde het hebben over waarvoor wij eigenlijk meer een deel zijn gekomen. Over het kopen van een huis of appartement in Istanbul. Nou, zoals jullie hebben gezien, hebben wij gisteren 3/4, ik weet niet of ik de vierde plek heb gefilmd, hebben wij bekeken. Waarvan... De eerste waar wij naartoe gingen is een bouwproject wat pas in 2022 of 2023 klaar is. En wij hadden al aan die man gevraagd van stel wij investeren, wij gaan betalen, we gaan het appartement afkopen en het bouwbedrijf gaat failliet. Wat gebeurt er dan? Wat zijn de regels in Turkije? Hij zei nee, het is een hele grote groep, het gaat nooit failliet want we hebben een... papier van de overheid, we werken samen met de overheid, dit is het bewijs, dit kan ik naar jullie toesturen. Jullie kunnen een advocaat inschakelen en hem na laten kijken, want dit bedrijf, dat is heel bekend in Turkije, dat gaat nooit failliet, bla 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 bla. Ik als ondernemer geloof absoluut niet dat een bedrijf never failliet kan gaan. Ik geloof erin, het maakt niet uit waar jouw bedrijf gevestigd is, wie jouw financiële zaken doet of wie jou helpt of whatever. Als de overheid gaat vallen, niet dat de overheid van Turkije gaat vallen, maar als de overheid gaat vallen, val jij ook. Als jij jouw schulden niet kan betalen, val jij ook. Of forever. En geloof me, ik denk niet dat een overheid zich denkt van, oh ja, dit is een bouwbedrijf, daar moeten wij heel veel geld aan in gaan investeren of forever. Volgens mij werkt dat allemaal niet. Oké, mocht ik het mis hebben, I'm sorry for that. Maar ik hou het even kort, want ik zie al dat ik op 3 minuten zit. Ik praat echt weer te veel. Maar in ieder geval, wij hadden gezegd van we laten het jullie weten. En bij iedere huis die wij gingen bezoeken zeiden ze van... dit is het bedrag wanneer je het in termijnen gaat betalen. Dit is het bedrag in cash. Dus als je het in één keer wilt afbetalen. Maar natuurlijk, mijn cappuccino. Even proeven of die lekker is. Jawel, super lekker, gelukkig. Want gisteren bij Nusret, die cappuccino, sorry, maar die was echt niet te doen. Echt niet gewoon. Voor de rest was alles wel lekker. By the way, volgens mij heeft Nusret zijn zaak veranderd. Het zag er zo anders uit, misschien is dat jullie ook al opgevallen. Het zag er echt heel anders uit.
ik weet niet hoe lang dat zo is, want de laatste keer dat ik in Oostenrijk ben geweest hier was in Kapellekerkje of in Stienjepark. Ik ben een tijdje niet geweest bij de Oostenrijk waar we gisteren waren, in Etiler. Oh my god, ik kan het nooit uitspreken. Maar goed, ja, wat ik wilde zeggen is dus, als je zeg maar alles in cash betaalt, dan krijg je korting. Ik zeg maar wat, stel dat een appartement 4 miljoen lira is, want wij willen hem sowieso in lira's kopen. Stel dat het in lira is, dan zeggen ze ja, als je nu cash betaalt is het 3,6 miljoen. Dus dan is het, krijg je een soort van 4 ton zeg maar, korting. En hun deden dat allemaal. Ik dacht van, is dat echt iets Turks? Of is dat soort van oplichterij? Maar ja, weet je, zo, ja, het is gewoon heel lastig. Nou, in ieder geval, daarna hadden wij dus gesproken met een paar mensen die we hier uit Turkije kennen. Want we hebben hier zelf ook best wel veel connecties. En zo hebben wij dus met een makelaar gesproken. Een jongen waarvan de familie echt, maar dan ook echt gewoon in de vastgoed zit. Al bijna 40 jaar in Istanbul. Uiteindelijk heeft de jongen ons zoveel wijzer gemaakt. Hij zei van, ze zeiden zeker tegen jullie van als je cash betaalt dit. Als je cash betaalt. En echt les nummer 1. Dat is ook echt gewoon waar mijn gevoel ook niet lekker bij zat. Les nummer 1 jongens. Koop nooit iets in Turkije wat nog niet gebouwd is. Kijk, als je zelf grond gaat kopen en je gaat iets bouwen, is een ander verhaal. Maar niet via een bedrijf vastgoed of een appartement of een huis kopen wat er prachtig uitziet op 3D foto's, maar helemaal nog niet staat. En dat is precies wat die jongen zei. Hij zei, er is een bedrijf, hij zei, google het maar, er is een bedrijf. Hij zei, dat gaat nu helemaal viraal in Turkije. 60.000 mensen. 60.000 mensen hebben een appartement gekocht bij dat bedrijf. En ja, het klopt. Het was een van de grootste bouwbedrijven of makelaarsbedrijven in Turkije. En die zijn door corona zijn die failliet gegaan. En die hadden ook met overheid en contract en la 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 la. En 60.000 mensen zitten nu achter dat bedrijf aan. En ze krijgen niks, maar niks terug als het goed is. Dus waarschijnlijk zijn ze alles kwijt. Ik weet niet hoe dat verder gaat. Dus de eerste appartement die we hebben gezien, dat was over een paar jaar klaar. Dus dat gaan we sowieso niet doen. Dat durf ik gewoon echt niet. Ik heb geen zin om later. Of wij hebben geen zin om later hoofdpijn te hebben. En ja, de laatste die we zagen, die had echt heel veel activiteiten voor de kinderen. En dat is eigenlijk een soort van echt een kleine stad. Je hebt winkels, je hebt bankautomaten, je hebt 3 soorten supermarkten. Je hebt allerlei restaurants erin zitten. Je hebt beveiliging, ja dat zit bijna overal hier. Maar er is superveel beveiliging. Je hebt 3 buitenzwembaden, 2 binnenzwembaden. En de eerste die we zagen, de tweede appartement die we zagen... dat was zeg maar half resident, dus woningen. En half is het zeg maar een hotel. En je wilt jouw appartement verhuren, dan kan dat dus ook. Dan doet dat hotel zeg maar alles voor je regelen. Dus dat was ook wel een leuk idee, weet je wel. Maar toen hadden we zoiets van, weet je, wij gaan vandaag met die man afspreken die wij... hebben gesproken, of die jongen. Het is best wel, ja, hij is niet oud, laat ik het zo zeggen. En hij heeft 4 appartementen, eventueel voor ons. Eentje is echt de toplocatie, is achter Zorlu Center. Hij zei, aan de buitenkant ziet het er niet mooi uit, maar aan de binnenkant is het helemaal gerenoveerd. Hij zegt, maar als jij in Istanbul iets koopt op een A-locatie, dan... is dat voor jou veel beter. Veel beter dan dat je bijvoorbeeld een net nieuw gebouwde, weet ik veel, residence koopt. Hij zegt, Istanbul is een wereldstad. Istanbul is geen Antalya, Bodrum of Alanya. Als je naar Istanbul komt, kom je echt gewoon om de stad te zien. Niet de hele dag bij een zwembad te hangen of van de zon te genieten. En dat is zeker waar. Want als ik in Istanbul ben, dan denk ik echt niet aan, oh, ik moet even... naar een zwembad, want vandaag is 38. Toevallig gaan wij vanavond naar het spa. We hebben zo'n duo-behandeling, zo'n hammambehandeling genomen. Maar dat is wat anders. Maar het is niet zo dat ik de hele dag hier denk van, oh, ik moet echt gaan zonnen. Absoluut niet.
Dus dat is de eerste locatie waar wij vandaag naartoe gaan. Ik ben super benieuwd hoe en wat. We gaan als het goed is vandaag 2-3 appartementen bezoeken. En wij hoopten dat we het zouden halen voordat wij teruggingen. Dat we al een contract hadden gezet. Maar we hebben gisteren echt met elkaar goed erover gesproken. We hadden zoiets van, weet je, we moeten niet gaan haasten. Snel alles doen. Omdat Moes nu hier is. Want uiteindelijk, als we met de makelaar en zo hebben gesproken, dan... Hoi, Moes, die hoog in gesprek? Goed. Ja? Ja, ontbeten. Ja, lekker ontbeten. Wow, dat is niet echt lekker, man. Nee. Wow, joh. Nee, zeg niet dat je met die trui bent gegaan. Waarom? Moes, even serieus. Kijk hoe gekreukeld dit is. Hij hoort zo, maar dat is zo. Moes, je zet me echt voor schut, hè. Dat zeg ik altijd tegen jou. Jongens, willen jullie iets tegen hem zeggen? Hij pakt altijd gekreukelde dingen en dan gaat hij mee naar buiten. En dan gaan mensen denken, oh, zijn vrouw strijkt niks van hem. Terwijl ik letterlijk alles strijk. Maar echt, als er 10 dingen hangen, 9 dingen zijn gestreken en er is 1 ding wat niet gestreken is, strekt hij gewoon aan. Had mij dan wakker gemaakt, had ik voor je snel gestreken. Maakt wel uit, Moestie. Mannen. Echt zo grappig. Zij zo anders dan vrouwen. Dus wat wij willen doen is vandaag rustig kijken. En dan even nadenken wat we precies willen. Waar we wat willen. En dan mochten we het voor overmorgen niet rond hebben. Want overmorgen vliegen wij terug. We moeten overmorgen terug. Want anders zou het langer blijven. Want zondag gaat Zedat mijn schoonbroertje verlopen. Ik ben zo blij voor hem. En Mellies. Ik ben zo blij voor hun. En wij hebben dus echt een hele leuke feest zondag. En wij moeten er natuurlijk bij zijn. Dus wij gaan overmorgen weg. En als we het niet halen, dan kom ik weer terug naar Istanbul. Een van deze weken om het af te ronden. Dus dat komt wel helemaal goed. En mocht ik wat meer informatie hebben. Oh ja, by the way, over de betalingen, als jullie dat willen weten. Weet je, bij de ene resident, bij de ene bouwbedrijf zei van, dit is cash. Kijk, je kan het op verschillende manieren doen. Je kan een hypotheek nemen bij de bank. In Turkije moet je dan een hypotheek nemen natuurlijk. Als je geld hebt staan op de bank in Turkije, kun je het ook in 1 keer afbetalen, het appartement, mocht je dat geld ervoor hebben. Want dan krijg je er ook korting op het appartement, als je het in 1 keer afbetaalt. Zo werkt dat hier 9 van de 10. En je kan het ook nog, sommige bouwbedrijven zeggen, wij willen absoluut niet dat het hele bedrag in bijvoorbeeld de komende 10 jaar in termijnen wordt betaald. 50% deposit, dus je moet 50% van het totale bedrag moet je binnen zoveel weken hun betalen. En de rest van het geld kun je bijvoorbeeld in termijnen betalen. In 48 termijnen, dus 4 jaar. Of 24 termijnen, of maanden bedoel ik, dus 2 jaar. Het is heel verschillend, het ligt echt aan het bedrijf. Dus je hebt eigenlijk best wel veel manieren om een appartement hier te kopen. Oké, nou, ik heb jullie best wel lang bijgepraat. Ik hoop dat jullie hier een beetje wat aan hebben. By the way, mijn jas, die heb ik hier in Turkije eergisteren gekocht. De kaartje hangt er nog aan. Ik ben daar pro in. Ik vergeet altijd het kaartje eraf te halen. Echt super dom. En voor de rest heb ik een topje aan die ik dus bij Touba Boutique heb gekocht. Hij heeft echt hele leuke mouwtjes. Kijk. En ik heb een spijkerbroek van de Zara aan. Die ik ook eergisteren aan had. Voor de rest heb ik geen spijkerbroek mee. Dat is echt balen. Dus ik hoop dat ik zo meteen een spijkerbroek kan scoren voor morgen. Of gewoon... Ik heb sowieso geen leuke spijkerbroeken meer. Dus ik moet sowieso even een paar spijkerbroeken hier gaan aanschaffen. Maar ik ben helemaal weg van dit jas. Ik vind de kleur geweldig. En misschien is het jullie ook al opgevallen. Het is niet in mijn maat. Want hij is echt te groot voor mij, but I don't care, as you know. Ik vind dat alleen maar leuker. Als iemand zegt van, ja, het is niet in jouw maat, sorry. Gisteren kocht ik een bodywarmer, of wilde ik een bodywarmer. Toen zei dat meisje van, sorry, we don't have extra small anymore. Or we don't have small anymore. Ik zei, which size do you have? Toen zei ze large. Ik zei, oké, perfect, give it. Ze zat me echt aan te kijken van, hoe bedoel je? Ik ga even laten zien. Kijk, dit is hem. Dit is echt zo'n body warmer. Eigenlijk hoort die een beetje zo kort te zijn.
en strak. Maar als jullie, zoals jullie zien, valt die lekker oversized. En ik vind deze body warmer echt geweldig. Vooral dat er zo'n capuchon aan zit. En als je gewoon helemaal in het zwart bent. Ja, I love it. Ik vind hem echt geweldig. Guys, we zijn in Istinje Park bij Cartier beland. We gaan even cadeautjes halen voor Arda en Zeen en voor Moesti en heel misschien voor mijzelf ook. En ja, ik ben erg blij dat ik deze jas heb aangetrokken. Want het is heel koud en we hebben nog maar 10 minuten om hier rond te lopen. Ze hebben hier ook terras. So nice. Nou jongens, volgende winkel is Nocturne. Ik ga er even snel in. Ik ga naar de kip. Want hier heb je een hele lekkere parfum. Die heb ik jullie vorige keer ook laten zien. En die wil ik even voor mijn vriendin halen. Nou, wij hebben naar de 3 appartementen gekeken. Vandaag heb ik bewust niet gevlogd. Omdat wij misschien 1 van de 3 appartementen gaan nemen. Het zijn oudere appartementen. 2 moesten van binnen nog gerenoveerd worden. En de 3e die we hebben bezocht, waar wij dus ook oogje op hebben, is ook van iemand die wij persoonlijk heel goed kennen. Dus dat is heel erg fijn. Moest kent hem heel heel goed. En alle 3 appartementen die wij vandaag hebben gekeken zitten gevestigd in Beşiktaş, in Etiler. Dat is echt een toplocatie in Istanbul. Als je Istanbul kent, dan weet je wel dat daar ook woningen best wel high level zijn qua prijzen. En de 3e appartement die we hebben gekeken is echt 5 minuten lopen vanuit Zorlu Center. En hij is van binnen ook gerenoveerd door die vriend van Moes, de eigenaar. En ik denk dat we voor dat appartement gaan. En het is zo'n fijne locatie. Beide verliefd om hoe die eruit ziet van binnen. De locatie is gewoon top. Mijn favorite locatie in Istanbul, by the way. Dit heet, waar zijn wij beland? Bodrum, Mante en Café. Jongens, we zijn niet in Bodrum, we zijn gewoon rustig in Istanbul. Maar we gaan hier heerlijk eten. Ik hou gewoon van dit soort eten. Ik dacht, het is van tomaten, het is van sambal. Wat gaan we nu eten? Iets lekkers. Iets lekkers. Oké, neem hem een hap en kijk of het lekker is. Is je warm? Kijk, een beetje limon erop doen zo. Oké. Oké, neem een hap. Ja. Ja? Nou. Jongens, ik ben echt in mijn favoriete winkel in Turkije. Een karretje. We gaan nu al met spullen kopen. Kijk hoe leuk deze lepeltjes zijn. Koffielepels. Nou. Kijk eens hoeveel wij hebben geshopt sinds dat wij hier zijn. We komen echt net ons hotelkamer binnen. En ik kan moes hebben voor vanavond, voor zometeen. Bij de spa hebben wij een couple, duo's, weet ik veel wat, hammam, spa, massage geboekt. Dus dat is heel leuk hier beneden in het hotel. By the way, dit hotel blijkt nieuw te zijn. Dat wist ik niet, maar dat vertelde ons taxichauffeur toen net. En het is echt een super fijne locatie, super fijne hotel. Dus mocht je naar Istanbul willen komen, dit is zeker een aanrader, echt waar. Het is een hele schone hotel, locatie is perfect. En ja, dat eigenlijk. En wij gaan ons klaarmaken voor, om naar beneden te gaan. We hebben badjassen gekregen, die hebben we beneden bij de spa net gepakt. Moesti. Moes is voetbal aan het kijken, hij heeft oordopjes in. We hebben avondeten besteld. Moes, zullen we zwaar.
Room service. Wat hebben we besteld, meneer de chef? Meneer, mevrouw, ik bedoel mevrouw. We hebben op het menu vandaag een pizzaatje margarita. Ja. En we hebben, de naam weet ik niet, maar het ziet er ook wel lekker. Ja? Het ziet er ook wel lekker, ja. Oh, toppie. We hebben brood bij gekregen. Oh, dus rijst zit erop bij, top. Ja, super lekker. Kijk, wat staat hier? Aviat Olsen, bon appétit. En dat is wel lekker na zo'n spaatje, hè? Heerlijk. Hele goede morgen. Vandaag is het vrijdag, onze laatste dag. Iemand is naar het hotel gekomen om een PCR-test af te nemen van, bij ons. Dus wij gaan nu even naar... Ja. Wij gaan nu even naar verdieping 6. Nee, we gaan naar beneden om haar op te halen, toch? Ja. Ja. Nou, vorige keer toen wij in Istanbul waren... Vorige keer toen ik in Istanbul was, toen was er ook iemand naar het hotel gekomen om PCR-test af te nemen. En precies dezelfde mensen zijn nu ook gekomen. Hetzelfde bedrijf, laat ik het zo zeggen. Want ik heb hen op WhatsApp. En onder deze video post ik hun WhatsApp-nummer. Dus mocht jij in Istanbul zijn en je wilt een PCR-test afnemen... Dan kun je gewoon hun naar je hotel laten komen. En onze vlucht is morgenmiddag. Nogmaals, ik post hun WhatsApp-nummer onder deze video. Je kunt gewoon contact met hun opnemen en ze komen door heel Istanbul naar je toe. En normaal zitten mensen hier in quarantaine. Kijk maar. Ze hebben allemaal... We zitten gewoon in, op de corona-afdeling. Waren positief? Hebben we wel een leuk uitzicht of niet? Nee, maar hier zou je echt depressief worden. Nee? Oh my god, weet je leuk. Super mooi uitzicht aan deze kant ook. Kom, let's go. Waar gaan we naartoe? Let's go. Dit is onze laatste dag, want we vliegen morgen. En we willen vandaag een leuke dag van maken. We willen, we moeten ook wel heel wat regelen. Ja, we willen ook even naar Kapalle chargen, denk ik. Ja, zullen we eerst even rustig gaan ontbijten? Ja, maar niet hier in het hotel. Nee. Is niet lekker. My favorite place. Voor ontbijt. Nou, niet favorite, maar wel één van mijn favorite places. Codiva. Justinje Park zijn we beland, jongens. Speciaal voor ontbijt. Dat is wel veel, hè? Beetje wel, hè? Nou, wij zijn weer terug in het hotel. Met een koffer. We waren letterlijk 10 minuten bij Kapalletjes. Hè? We kwamen daar aan. We wilden eigenlijk daar koekjes halen. Wij moeten 2 kilo koekjes halen. En toen hadden we zoiets van... Wat doen wij hier eigenlijk? Hier heb je de koekjes niet eens. Toen zijn we gelijk weggegaan. En dan zaten we echt vast. 1 uur bijna. Toen zijn we naar Godiva gegaan. We hebben een extra koffer gehaald. Omdat wij dus... ja, dat moet er vanaf. Nee, laat erop, Peter. Dan word je niet bekrast. Want wij hebben te veel spullen gehad. Waardoor wij dus geen plek hebben in de koffer. Wat misschien ook heel leuk is om te laten zien. Is dit boutique. Pellin. Bla 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 bla. Ze zitten in dit winkeltje of boutiqueje. Zit in Nishantasje. En ik ben er niet vandaag in geweest, by the way. Maar ik wilde dit nu gaan inpakken. Maar ik denk het is wel leuk om aan jullie te laten zien. Mocht je naar Istanbul komen, ga naar dit boutiqueje. Ze hebben altijd hele leuke hakken. Kijk bijvoorbeeld deze hakken. Ze lopen super fijn. En ze zitten echt heel erg lekker aan de voet. En deze waren 129 lira. Dus nu op dit moment omgerekend is het 12,90 euro. En ik heb ook nog andere hakjes gehaald daar. Kijk deze. Vond ik zo leuk. Echt super nice voor de zomer. En deze waren bijvoorbeeld 19,90 euro omgerekend op dit moment. En deze in het beige heb ik dus ook in het zwart gehaald. Omdat ik ze zo leuk vond. Nou, we zijn aangekomen bij een bakkerij. Welkom, lekker. Nou, ik
wilde even het hebben over eigenlijk waar deze video over ging. Wij zijn hier gekomen om appartementen te kopen. En zoals ik eergisteren heb gezegd, het laatste appartement die we hadden gezien in Etiler, die vinden wij echt prachtig. Alleen, we hebben er echt heel goed over gehad. We hebben nog onze twijfels. En we hebben zoiets van, ja, het is niet iets kleins wat we halen. Dus we gaan er wel even goed over nadenken, een paar dagen. Even kijken hoe we ons over een paar dagen erover voelen. Want de eerste appartement die we hadden gezien, dezelfde dag, die vonden wij namelijk ook heel erg leuk. Dus we zijn ook heel erg aan het twijfelen. En we hebben zoiets van, weet je, we gaan niet, omdat we nu hier 5-6 dagen zijn, denken van, oh, we moeten een handtekening zetten. Oh, we moeten helemaal niks. Toch, Moes? Ja, daarom. Dus we gaan terug naar Nederland. We hebben een heel goed gesprek gehad met beide makelaars. En als we het willen afronden en we weten definitief welk appartement we willen, dan kom ik terug en rond ik het af. Het Moes kan niet meer naar Turkije reizen vanwege voetbal, want hij moet over hoeveel weken? 2,5. Hoeveelste? 24ste. Ja, over 2 weken moet hij al op de club zijn. Maar voordat hij op de club mag zijn, moet hij ook nog eens zoveel dagen in quarantaine. Dus hij redt het niet meer. En die cakeje was echt lekker van net. Deze koekjes lust ik niet. Ja, dat eigenlijk. En wat ik ook wilde zeggen is, wij worden zometeen opgehaald door Mehmet. Mehmet is een man die zijn eigen taxibedrijf heeft hier in Istanbul. Ik rij al met hem, denk ik, 2 jaar of zo. En niet altijd, maar 9 van de 10 als ik naar Istanbul kom, dan app ik Mehmet of die me kan ophalen of die ons ergens naartoe kan brengen. Maar altijd als ik met Moes ben, dan rijdt hij ons eigenlijk overal naartoe. En vandaag gaat hij ook ons vanuit het hotel, gaat hij ons naar de airport brengen. En waarom zeg ik dit? Omdat mij vaak wordt gevraagd of ik een goede taxichauffeur ken of een goede bedrijf ken in Istanbul door mijn volgers. Dus ook het nummer van het WhatsApp-nummer van Mehmet post ik onder deze video. En ik weet niet of ze normale taxiauto's hebben, van die kleinere auto's zeg maar. Wat ze wel hebben zijn die luxe Vito-achtige, ja, Vito-busjes zijn dat toch? Ja, Vito-busjes. Ja, van die Vito-busjes. En ja, dat eigenlijk. En hij is geen Uber of wat dan ook, dus een officieel bedrijf. Ook iedere keer als hij ons naar de airport brengt, moeten we foto van de paspoort toesturen, zodat hij officieel een papier kan maken. En hij heeft echt hele mooie luxe busjes. Dus mocht je met een groep komen of je hebt zo'n, hier noemen ze het VIP taxibusje nodig, dan kun je altijd Mehmet berichten en dan hij staat altijd voor je klaar. En als hij zelf niet kan of whatever, dan heeft hij genoeg mensen die je kunnen ophalen en brengen. En je kan hem ook boeken voor een hele dag. En ze zijn 100% betrouwbaar, dat is het allerbelangrijkste. Oké, ik heb weer superveel gepraat, maar ik wil ook zoveel met jullie delen. Ik hoop dat jullie wat aan deze informatie hebben en dat jullie er ook gewoon gebruik van kunnen maken. En als ik weer terug zou moeten komen naar Istanbul, want ik heb hier heel wat hotels gezien, van goedkoop tot aan heel duur, dan vind ik dit hotel qua locatie vind ik wel een van de beste. Dus ik denk als ik volgende keer terugkom, zou ik hier zo weer zitten. Ja, dat zit toch? Ja. Ja, dus wij worden zo. Ik laat je zo meteen ook het busje zien waarmee wij worden opgehaald. Misschien is dat ook wel leuk. Doei! Ciao, ciao. Ciao, ciao. Appala. Nou, dit is dus zo'n busje wat ik bedoelde. Luxer dan dit kun je bijna niet krijgen, denk ik. Hé, moest die? Dat ziet er goed uit. Nou, daar gaan we. Back to Holland. Doei, hotel. Thank you, Mehmet. Welcome. Bye bye. See you next time. Ja, inshallah. Doei, bye bye.